Klimaatverandering bedreigt Europese landbouw. Iris Bouwers voor LTO naar Brussel. En Hak plaatst de gezondheidslogo op producten. Klimaatverandering bedreigt de Europese landbouw. Het kan ervoor zorgen dat de agrarische sector in delen van landen rond de Middellandse Zee zelfs helemaal verdwijnt. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap. De negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar in de agrarische productie en zullen alleen maar toenemen. Volgens de onderzoekers is het van groot belang dat de boeren zich verder aanpassen om weerbaarder te zijn tegen droogte, hittegolven en overstromingen. Beleidsmakers moeten daarbij helpen. In delen van Noord-Europa zijn de vooruitzichten gunstiger, aldus het Milieuagentschap. Iris Bouwers is de nieuwe lobbyist voor LTO Nederland in Brussel. Ze volgt Tjerk Terpstra op, die voor Agriterra naar Nepal vertrekt. De 26-jarige Bouwers runt met haar ouders een gemengd bedrijf in het Drentse Zuidwolde en heeft ruime ervaring in de agrarische belangenbehartiging. Ze was vicevoorzitter van de European Council of Young Farmers en portefeuillehouder internationaal en vicevoorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Iris Bouwers begint 1 oktober. Melkveehouder Frits Werning uit Almelo besloot dit jaar voor het eerst vezelhennep te telen. Binnenkort mengt hij 1 kilo hennep per koe per dag door het rantsoen. Ja, dit jaar dat we grondareaal verruimd hebben, hebben we besloten om hennep te verbouwen. Is makkelijk te verbouwen gewas. Je kunt het gewoon inzaaien, net als grasland, ploegen en dan met de zaaimachine. En verder hoef je er eigenlijk helemaal niks aan te doen. Het is 1 keer inzaaien. En klaar is keers. Geen onkruidbestrijding verder nodig of wat dan ook. Het gewas is rond eind augustus, begin september al te oogsten. En daardoor is er de kans om een nagewas te verbouwen of om het perceel in te zaaien met gras. Ik had van een buurman een keer chip gekregen. Die voert het al 4 jaar ongeveer. Hij zei, ik kan gewoon op het robotbezoek merken dat de koeien hennep in het rantsoen hebben. Dat ze er actiever van worden. Het is ook eigenlijk wel een beetje een logisch verhaal. Het is heel hard materiaal, houterig. En dat is heel goed voor de penswerking. De voedingswaarde op zich, ja, ik heb de bouw nog niet laten onderzoeken of zo, maar het schijnt dat er qua voedingswaarde niet zo heel veel in zit. Maar het is zuiver penswerking materiaal en gezondheid. De hennep trekt ook veel bekijks, waarschijnlijk vooral van rokers. Ja, de laatste dagen was er wel heel veel animo, zeg maar, en nieuwsgierige mensen die wat toch even kijken hoe dit er nu uitzag, die hennep. We zijn er een stukje uitgehaald, ja, gisternacht. Er is toch wel nieuwsgierigheid nou. Groente- en peulvruchtenfabrikant Hak plaatst voedselkeuzelogo Nutri-Score op de producten. Hij moet de consument helpen een gezonde keuze te maken. De fabrikant wacht daarmee niet op de overheid. Die neemt voor eind volgend jaar een beslissing over een nieuw voedselkeuzelogo. Het logo moet het in 2017 afgeschafte Ik kies bewust vinkje gaan vervangen. De Nutri-Score is al in landen als Frankrijk, Spanje, België en Zwitserland ingevoerd. Het weer wordt u aangeboden door agrowereldvies.nl.